Apple brengt dit najaar niet alleen nieuwe iPhones uit, maar komt ook met een nieuwe Apple Watch. In deze video bespreken we onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 6. De Apple Watch richt zich al een tijdje op gezondheid en met de Watch Series 6 wordt dat waarschijnlijk verder doorgetrokken. Volgens geruchten krijgt de Watch Series 6 een saturatiemeter en daarmee kan het zuurstofgehalte in je bloed gemeten worden. Hierdoor wordt het mogelijk om gebruikers te waarschuwen voor mogelijke paniekaanvallen en ook is de saturatiemeter in staat om over langere tijd inzichten in het stressniveau van de gebruiker te geven. Er zijn ook geruchten die het hebben over een Touch ID vingerafdrukscanner voor de Apple Watch Series 6 en die zou in de digitale kroon zitten, dat is het knopje aan de zijkant. Daarmee kun je het horloge heel snel ontgrendelen, sneller dan nu bij de Apple Watch Series 5. En het gaat dus via je vingerafdruk, net als bij bijvoorbeeld de iPhone SE 2020 en de oudere iPhone 8. Ook kan het zijn dat Apple kiest voor een vingerafdrukscanner onder het scherm van de Apple Watch Series 6 en daarmee kun je dus je vingerafdruk gewoon op het scherm leggen om het horloge te ontgrendelen, maar dat lijkt minder aannemelijk. Bij een nieuwe Apple Watch hoort een nieuwe processor en dat is bij de Watch Series 6 waarschijnlijk niet anders. De verwachting is dat het horloge op de S6 chip draait en die is krachtiger dan de processor van de Watch Series 5. Er is helaas nog weinig informatie hierover bekend, dus we houden nog een slag om de arm. Mogelijk krijgt de Apple Watch Series 6 ook een grotere accu dan zijn voorganger, maar volgens geruchten is de verbetering niet heel groot. Maar omdat Apple de Force Touch ondersteuning weglaat in WatchOS 7, dat is de komende update voor de Apple Watch, is er misschien ook meer ruimte om een grotere accu te plaatsen. Hoe groot dat verschil in accu nu echt wordt, weten we nog niet. Daarnaast zou de waterdichtheid van de Apple Watch Series 6 erop vooruit gaan. Momenteel kun je al tot 50 meter diepte gaan met je Apple Watch, maar de Series 6 zou er volgens geruchten nog een stapje bovenop doen. Apple werkt al een tijdje aan microLED en dat is een nieuwe schermtechnologie die een aantal voordelen moet bieden ten opzichte van OLED. En oudere watches zoals de Series 3, 4 en 5 hebben zo'n OLED scherm. MicroLED is energiezuiniger, dunner en geeft een helderder beeld dan OLED, maar het lijkt erop dat Apple bij de Watch Series 6 alsnog kiest voor OLED omdat de technologie nog niet helemaal klaar voor is. De Apple Watch Series 6 krijgt dus een aantal handige verbeteringen, maar het wordt waarschijnlijk geen wereldschokkende upgrade ten opzichte van zijn voorganger. En daarom denken we dat de Watch Series 6 ongeveer evenveel gaat kosten als de Series 5. Dit zou betekenen dat de 40mm versie ongeveer €449 gaat kosten en de grotere 44mm versie €479. Op iPhone houden we het nieuws rondom de nieuwe Apple Watch natuurlijk nauwlettend in de gaten, dus volg ook onze website. Vergeet ook niet deze video te liken en abonneer je ook op ons YouTube kanaal.